Kruisen meisjes, ik ben Sandra. En ik ben Esme. En vandaag gaan we een kruidentuin maken voor thee. Nou, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag dus een kruidentuintje maken voor thee. Wij hebben hiervoor nodig deze week bosgrond, een schepje, ijskoosstokjes, een fineliner of iets anders, een pen of zo. Bakjes, het mag ook een grote bak zijn, kleine bakjes, maakt niet uit. En zaadjes. Dan gaan we beginnen met het potten. Ik heb gekozen voor een paar kleine bakjes. Maar ik heb het dus ook al thuis gedaan in een grote bak. Dat zul je ook wel zien in de filmpjes. Zodat het al tijd had om het wat te groeien. Want het gaat natuurlijk niet binnen een paar dagen dat het klaar is om te eten. Nou, ik pak wat zand. Dat doe je erin. Ik heb de zaadjes er nu in gedaan. En nu gaan we opschrijven wat is. Deze twee zijn allebei munt. En deze is citroenmelisse thee. Nou ja, nu is het eigenlijk gewoon een kwestie van geduld. Want het duurt gewoon echt wel even voordat het opkomt. Geef het af en toe wel een beetje water. En houd even in de gaten. Misschien heeft je moeder wel een kast of zo. Dan kun je het daarin zetten. Deze week. Wij gaan eventjes nu lekker thee drinken. Doei! Tot volgende week!